VVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door GoBoony, een camper huren direct van de eigenaar. VVSB speelt in het carnavalsweekend een thuiswedstrijd tegen Barendrecht. Een middenmotor uit de zaterdag derde divisie. Vorige week won de ploeg uit Barendrecht met 4-2 van Terlede. En in de beginfase is Barendrecht gelijk gevaarlijk. Via een inworp komt de eerste kans van de wedstrijd en ook de eerste goal van de wedstrijd. Het is Romano van der Stoep, voormalig speler van Rijnvogels. En hij zet Barendrecht goed op voorsprong. Staat daar wel heel vrij hoor, in het 16 meter gebied. Eigenlijk tussen twee spelers in. Op het laatste moment probeert Fecunda nog in te grijpen. Maar hij is te laat en dus 1-0 voor de ploeg van Richard Elzinga. Die een rare competitiestart kende in de eerste vier wedstrijden, werd drie keer verloren. En daarna was het eigenlijk redelijk sterk. Dit is een aardige kans voor VVSB. Het is Youssef Blel, een van de nieuwkomers aan de kant van VVSB met een schotkans. Fecunda legt hem terug op Heemskerk. Zoeken naar de vrije man in de as van het veld. Aan de rechterkant nog altijd Fecunda. Duurt wat lang voordat hij een keuze maakt. Keuze dan gemaakt. Ontstaat er dan een kans via Fecunda wellicht. Voorgeven, vasthouden, klaarleggen. Daar kan er geschoten worden. Een aardige kans hoor voor Wout Heemskerk. Maar ook een prima redding van Jeffrey Verkerk, de doelman van Barendrecht. Inworp voor de thuisploeg. Raus. Zoekt naar Dompig, wordt niet gevonden. Beetje ruksigloos wegschieten van Barendrecht. Zoeken naar Van der Stoep. Dat is een beetje de kapstokspits aan de kant van Barendrecht. Maar VVSB komt eruit. Weer een kans, weer een mogelijkheid. En weer is het Blel. En weer gaat hij er niet in. Voor de ploeg van Wilfred van Leeuwen. Volgende week speelt die ploeg van Wilfred van Leeuwen de Bollenstreek derby tegen Terlede. Maar ja, in het carnavalsweekend wil je eigenlijk ook minimaal een punt pakken. En dat zit erin als je kijkt naar de kansen die VVSB krijgt. Nu weer bij de eerste paal wordt er gered. Balletje voorgeven van Bakker. Zoeken naar Heemskerk. Maar weer was het Verkerk die daar in de buurt stond om de bal te redden. Dit is een van de nieuwkomers aan de kant van Barendrecht. Een buitenspeler. Dit is Boban Lazic. Voormalig talent uit de Ajax-opleiding. Overgekomen van Partizan Belgrado. Speelde daar in de tweede helftal. En dit is Dompig. Probeert een bal door de stokken te spelen. Het lukt niet direct. En dan krijgt hij de vrije trap mee van scheidsrechter Serik. 1-0 nog altijd de stand in het voordeel van Barendrecht. En de vrije trap voor VVSB bij de tweede paal. Ja, staat een man met het verkeerde shirt aan. Wegwerken van Barendrecht is afdoende. Op slag voor rust, vrije trap voor de bezoekers. Goeie bal naar de tweede paal en daar kan uiteindelijk doelman Ruben Valk de bal gestrekt pakken en klemmen. Weer een kans, weer een mogelijkheid op de lat. Bovenkant van de lat voorkomt hier een goal. Inzet was van Max Dijk, de aanvoerder van Barendrecht. En zo wordt de bezoekende ploeg toch op slag van rust nog gevaarlijk. Dit is een rare bal van Van der Stoep. Resulteert in balbezit voor VVSB. Blel kan profiteren van de glijpartij van zijn tegenstander. Staat wel op een eiland. Blel gaat hij zelf. Hij legt af, goed gedaan. Nu teruggeven naar Blel. Daar komt hij dan, Blel. Nee, die moet erin. Dit soort kansen moet je afmaken. En als je dat niet doet, ja, dan weet je gewoon dat je een hele lastige middag tegemoet gaat. Zeker tegen een degelijke ploeg als Barendrecht. Dompig. Goed gespeeld van VVSB. Laatste minuut van de eerste helft. Dompig voorgeven naar Blel. In eerste instantie verdedigd. In tweede instantie ook. Dan gaat de bal het 16 meter gebied uit via Halman. Vorige week nog op fraaie wijze trefzeker voor VVSB. Zoeken naar Blel. Niet in eerste instantie. In tweede instantie weer niet. Wat een kansen krijgt VVSB. Bakker en Blel. Dat zijn de mannen die hier toch een goal hadden moeten maken. Tweede helft. Nog altijd 1-0 voor Barendrecht. Door die goal van Van der Stoep. Bakker gaat goed door. Geeft een beetje een rare bal. Ja, misschien dat doelman Verkerk
in de zon kijkt en niet weet waar die bal is. Maar uiteindelijk klemt hij de bal. Wissel aan de kant van VVSB. Mathieu van den Assem komt erin. Kan hij dan nog wat doen voor de ploeg van Leeuwen? Die zo graag dat carnavalsweekend minimaal een punt pakt. Ja, het liefst natuurlijk de volle buit. Maar goed, dat kan je ploeg ook een klein beetje verwijten. Want de kansen krijgen ze wel. Alleen doelpunten, die gaan er vandaag zoals het er nu naar uitziet niet komen voor VVSB. Obionni Eiken. Naar Dompig. VVSB gaat door, ondanks dat Van der Stoep geblesseerd ligt. Obionni Eiken aan de rechterkant. Dompig sluit aan. Goeie bal voor. Wie staat er in de punt van de aanval? Het is Van der Assem. Afvallende bal is dan voor Huntink, de invaller aan de kant van VVSB. Daar komt de keeper. Raakt de speler wel, de bal niet. En zo verliest VVSB in het carnavalsweekend met 1-0 van Barendrecht. Lars Roos, ik zag je naarmate het eindsignaal naderde behoorlijk vloeken. Ja, ik denk het was geen beste wedstrijd, maar ik denk niet dat het verdiende om te verliezen, denk ik. Je hebt punten laten liggen vandaag? Punten weet ik niet, maar wel een punt. Waar dacht je dan dat het niet lukt vandaag? Ja, ik denk dat je veel te vroeg op 1-0 achter komt en dat je hun in de kaart speelt. Dat is precies wat ze willen. En uiteindelijk denk ik dat we de eerste helft gewoon een goal moeten maken. En dan is het weer een open wedstrijd. Maar nu kunnen zij hun spelletje spelen, afwachten, kijken of we nog een goal kunnen maken. En de tweede helft hebben wij niet echt opgelichte kansen gecreëerd. Misschien 1-2, maar het voordeel is we geven weinig weg. We hebben echt, ik denk buiten die goal, weinig weggegeven. Alleen ja, je moet die goal maken. Wat hebben jullie in de rust tegen elkaar gezegd? Want ik vond het een wonder dat in de rust jullie achter stonden. Want vlak voor rust waren er toch een paar behoorlijke mogelijkheden. Ja, dat is denk ik ook zo. Ik denk dat wij zeker de laatste 20 minuten van de eerste helft domineerden en kans creëerden. Alleen op een of andere manier ging die er echt niet in. Waarom lukt het dan niet om dat in de tweede helft door te trekken? Ja, ik denk dat zij heel slim naar achter gaan voetballen. En dat ze in hun kracht komen. En dat wij gewoon net aan niet vandaag goed genoeg waren om onderuit te voetballen. Hoe zuur is het dan om vandaag zo met zo'n minimaal verschil te verliezen? Omdat jullie de volgende twee wedstrijden toch punten hebben gepakt? Ja, dat is kloten natuurlijk. Maar we moeten nou zelf kijken. We moeten niet naar mensen om ons heen kijken of teams om ons heen. We moeten zelf de punten pakken en dan moet het goed komen. Je hebt geen last van degradatiedruk? Nee, absoluut niet. Nee. Volgende week spelen jullie de derby tegen Terlede. Welke aanknopingspunt heb je vandaag gezien om die winnend af te sluiten? Ja, ik denk dat het start met strijd en nadenken met wat je doet. En ik heb alle vertrouwen in dat we dat positief gaan afsluiten. Tot slot, ga je nog carnaval vieren of is het nu het feestje toch een beetje verpest? Nou ja, ik was ook niet echt van plan om carnaval te vieren. Maar ik ga wel eventjes een biertje doen en dan... het verdriet wegdrinken. Je komt echt door heel slecht verdedigen van ons 1-0 achter. En ik vond hun wel de betere ploeg. Alleen we krijgen natuurlijk zelf ook wel een paar goede mogelijkheden. En ook nog een grote kans met Youssef. Dus ja, dan moet je wel 1-1 maken. En de tweede helft heeft er geen seconde naar uitgezien dat we nog zouden scoren. Wat heb je in de rust tegen je ploeg gezegd? Want ik vond het een wonder dat jullie bij rust niet tegelijk, maar vlak voor rust tegelijk maken niet hadden gemaakt. Ja, kijk, wij moeten het lef hebben om gewoon te gaan voetballen. En dat hebben we vorige week wel gedaan. En nu gaat er dan toch een soort die handrem erop. En dan, of er nou een angst is of ik weet niet wat het is. En dan gaan we blijven onze spits maar voeden met hoge ballen. Terwijl er gewoon... voor 6 meter verdedigers achter hem staat, weet je wel. En daar moeten we weer wat mee voor volgende week. Waarom is dat dan niet gelukt vandaag? Ja, dat weet ik niet. Weet je, het is... ik vond het sowieso geen beste wedstrijd. Tweede helft hebben zij ook niks gecreëerd. En wij ook niks, ja. En dan probeer je nog met 4 spitsen wat te gaan doen. En het zat er gewoon... wat dat betreft niet in. Het duurt gewoon te lang voordat je de 1-1 maakt. En als je dan maar blijft voetballen tegen een muur van verdedigers. En zelf eigenlijk geen fatsoenlijke bal vooruit produceert. Dan speel je eigenlijk gewoon een verloren wedstrijd als je al 1-0 achter staat. Neem je ploeg dan iets kwalijk? Nee, ik neem ze niks kwalijk. Het enige wat ik vind, en daar zijn we al weken mee bezig. En dat is
de vorige keren wel gelukt. Dat je gewoon, je moet op een gegeven moment gaan voetballen. Weet je, je moet vrije mensen inspelen over de grond. En er moet een initiatief zijn om ook te willen voetballen. Ja, en dat heb ik vandaag niet gezien. Hoe hangt de vlag bij VVSB er nu eigenlijk bij? De afgelopen weken ging het steeds beter, vandaag weer verloren. Zie je wel een stijgende lijn erin dus? Jawel, want de stijgende lijn is dat we steeds fitter worden. En niemand moet denken dat als je 4 punten uit 2 wedstrijden haalt, dat ik Tita Tovenaar ben of zo, weet je wel. Het is gewoon elke week weer keihard werken. En dat doen die gasten echt, die trainen echt allemaal de ballen ervan af. En je ziet ook vandaag fysiek komen we eigenlijk niks tekort. Alleen, we moeten gewoon nog een stap maken in het voetballen aan de bal. Precies op dit moment liep er achter een verkleed biertje langs. Ga jij nog carnaval vieren of is het verpest nu? Ja, ik ga zo meteen lekker een biertje nemen, maar niet in het dorp. Want dat is even niet aan mij besteed op dit moment.